In deze aflevering van Achter gesloten deuren zien we hoe Simone en Rick elkaar hebben gevonden nadat ze beide een kind zijn verloren. Ja, ik wil hem niet kwijt. Ik wil hem bij me houden. Ik heb heel veel steun aan Simone. Maar hun geluk dreigt ruw verstoord te worden als blijkt dat Simone een groot geheim verborgen houdt voor haar partner. Kan niet, ga weg. Zal hun relatie de leugens van Simone overleven? Begrijp het. Zo. Ik wil met Rick samen zijn. Ik snap er helemaal geen moer van. Ze zoekt het maar uit eigenlijk. Simone en Rick hebben elkaar 6 maanden geleden leren kennen. Beiden gaan gebukt onder een groot verdriet. Rick heeft vorig jaar zijn dochter bij een verkeersongeluk verloren. Simone verloor een paar jaar daarvoor haar man en haar zoon Jacob, ook bij een auto-ongeluk. Rick heb ik hier leren kennen. Een aantal maanden geleden heeft hij de hond van zijn overleden dochter hier gebracht. Ja, de hond eigenlijk van mijn overleden dochter Caroline. Waar ik niet meer op kan passen. En ik dacht van dat het beste is voor de hond zelf om de hond naar dierenasiel te brengen. En daar kwam ik Simone tegen. En we raakten in gesprek. Dat was heel apart natuurlijk, want we kwamen erachter dat we eigenlijk hetzelfde leed hebben ervaren. Ik ben een aantal jaren geleden ook mijn man en zoon verloren. Dus we hadden toch wel veel dingen gemeen. Was je er al? Yes. Fijn. Ik maak nog even mijn werk af en dan kunnen we gaan. Okay. Toen ik Rick leren kennen, heb ik hem verteld dat ik mijn zoon ook verloren had. Dat hij dood was. Maar dat is hij niet. Al voelt dat wel zo voor mij. Maar goed, ik heb toen 4 jaar geleden besloten geen contact meer te willen met Jacob. En ik heb hem uit mijn leven verbannen. Ik heb heel veel steun aan Simone gehad. Ja, ik heb in veel gesprekken ben ik erachter gekomen dat ik nu meer mijn emoties kan tonen. Daar staat trouwens tegenover dat ik aan Simone zie dat zij haar verdriet niet kan tonen. Maar dat is misschien een kwestie van tijd. Goedendag. Zowel Simone als Rick houden ervan samen door de natuur te wandelen. Wat een lekker ding, hè. Simone heeft Rick verteld dat haar man begraven is in zijn familiegraf. En dat ze de as van haar overleden zoon in de duinen heeft verstrooid. Maar dat is een leugen. Simone probeert er zo min mogelijk over te praten. Want Rick kent niet het ware verhaal. Is het nou hier dat jij de as van Jacob hebt verstrooid? Ik wil het er niet over hebben. Nee, ander onderwerp. Oké. Ja. Omdat er dus geen graf van Jacob is wat bezocht kan worden en waar Rick wellicht eens heen zou willen, heeft ze verzonnen dat zijn as is uitgestrooid in de duinen. De volgende dag krijgt Simone tot haar grote schrik opeens een bericht van Jacob. Hij wil zijn moeder weer ontmoeten. Ik weet dat ik misbruik heb gemaakt van je vertrouwen. Dat ik je heel veel pijn heb gedaan. Ik heb hier spijt van. Ik wil je graag weer zien en met je in contact komen. Ondanks alles hoop ik dat je mij ook wil zien. Ik hoor van je. Groet Jacob. Jaren geleden had Jacob een alcoholverslaving. Hij stal daarvoor geld van zijn ouders. Hun relatie verslechterde zodanig dat ze hem het huis uitzetten. Maar nadat hij in een kliniek was opgeknapt, wilden zijn ouders hem toch weer een kans geven. We hadden Jacob weer in huis gehaald. En op een gegeven moment, een hele regenachtige dag, had hij Hans opgehaald. Dan kwamen ze terug naar huis. In een slip geraakt hier, verderop de provinciale weg. Eenzijdig ongeluk. Jacob had niks. En Hans, mijn man, die was op slag dood.
Volgende dag komt de politie hier. En vertelt dat Jacob 3 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol had gedronken. Dan de toegestaan is. Ik besefte dat ik hem niet kon vergeven. Ik was zo boos. Dus ik heb de moeilijkste beslissing ooit gemaakt. Dat ik hem niet meer wilde zien. En Simone ging nog een stap verder. Naar de buitenwereld toe verklaarde ze haar zoon dood. Zodat ze hem volledig uit haar leven kon wissen. Simone en Rick brengen vandaag een bezoek aan de plek waar Ricks dochter het leven liet bij een verkeersongeluk. Ik heb er moeite mee om hier naartoe te gaan, maar op het moment dat ik hier ben, zal ik het zeggen, even dat ik tot contact met haar kan maken. En dan voel ik dat eigenlijk door mijn hele lijf. En dat doet me goed. En hier is het gebeurd? Een inhaalpoging van een automobilist die daar vandaan kwam. En Caroline kwam uit die richting. Nou, ze heeft die auto geprobeerd te ontwijken. En is waarschijnlijk hier de macht over het stuur verloren. Gewoon hier? En tegen deze boom aangerold. Ik wilde eerst laten zien natuurlijk waar het eigenlijk is gebeurd. Ik wil haar mijn herdenkingsplekje laten zien. Dus ja, we gaan lekker om even contact met haar te hebben als ik hier ben. Dat doet me goed. Maar ik heb er ook een reden mee. En dat is dat ik haar wil overtuigen om ook zo'n herdenkingsplekje te gaan creëren. Voor Jacob. Dan vind ik het fijn om hier te zijn. Hè? Ja. Ik heb me verteld dat mijn man en Jacob zijn doodgereden door een dronken automobilist. Maar ja, de waarheid wil ik wel vertellen, maar dan zie ik hem zo zitten. Was het verdriet? Ja, kan het nu niet zeggen. Na het ongeval en de breuk met Jacob werd de band met zus Wendy sterker dan ooit. De zussen delen lief en leed, maar dat Simone tegenover haar nieuwe vriend doet alsof haar zoon dood is, daar weet Wendy niets van. Daarom probeert Simone haar bij Rick weg te houden, zodat haar geheim geen enkel gevaar loopt. Ik vind het toch wel heel erg om mijn zus bij Rick vandaan te houden. Ja, Wendy weet niet dat ik Rick heb verteld dat Jacob dood is. En ik kan van haar niet gaan verwachten dat ze in het verhaal meegaat. Hij heeft druk. Oh? Ja, zo onverwachts. Ja, ik hoop echt dat ik hem toch een keer binnenkort ga zien. Kom wel. Ik hoop het zal toch wel. Ik denk op zich dat ze gewoon, ja, dat het wel een hele leuke vent voor haar is. Het enige wat ik dus niet snap, wat is het waardoor zij niet wil dat ik Rick zie? Ik snap dat niet. Wat je nog wilde zeggen. Ik weet niet of je het leuk vindt, maar ik heb dus e-mailcontact gehad met Jacob. Weet dus je, ik wil hier gewoon helemaal niet over praten. Ik wil het er niet over hebben. Kom op zich. Nee, ik ga niet over bij Jacob. Het is gewoon een e-mailtje. Hij wil gewoon proberen het contact weer een klein beetje te herstellen. Hij doet zijn best. Jacob is gewoon voor mij ook nog mijn kleine neefje. Ik heb ze zelf niet, ik heb zelf geen kinderen. Dus hij is heel belangrijk voor me. En wat ik gewoon graag wil, wat mijn doel is, is dat ze weer samenkomen. Hij wil je zien. Snap dat dan. Ik wil hem niet zien. Hij wil je zien. Hij wil dat contact weer met je hebben. Het is je kind. Ik heb hem zijn kans gegeven. Het is klaar. Nee. We zijn een paar dagen later. Het lijkt een dag als alle anderen. Simone is net terug van een rondje joggen als de voordeurbel gaat. Hey man. Ga weg! Wegwijzen! Dat was Jacob. Die stond hier gewoon aan de deur. Oh, ik ben blij dat Rick er niet is. Oh. Oh, jeetje. Simone heeft Wendy gebeld voor een afspraak.
Ze is geschrokken dat Jacob opeens voor haar deur stond en moet haar hart luchten. Maar wat ze niet weet, is dat Wendy er meer van af weet. Waardoor Simone zich genoodzaakt ziet de waarheid aan Wendy op te biechten. Zo. Nou, wat er nu gebeurt. Jacob stond voor de deur. Had jij hem nog gesproken? Ja. Wat heb jij met hem besproken dan? Nou ja, weet je, ik had zoiets van, nou, laat hem gewoon langs gaan. Je hebt het hem ook geadviseerd? Ja, heb ik gedaan. Hoe haal je dat nou in je hoofd? We gaan nog lekker langer door met deze onzin. Er steekt gewoon veel meer achter. Het is echt erg voor woorden. Toen ik Rick ontmoette, hij vertelde mij dat zijn dochter was overleden. Mm-hmm. Had ik hem ook verteld dat ik mijn man en mijn zoon was kwijtgeraakt. Sorry? Je man en je zoon? Ja. Op dat moment was hij voor mij toch ook dood. Dus je hebt gewoon gezegd dat hij dood is? Nee, dat heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat ik hem kwijt ben geraakt. Maar ja, hij heeft dus wel begrepen. Je weet het lekker in te pakken. Ja, nou ja, ik heb toch niet in eerste instantie niet gelogen. Maar ik kon toch ook niet weten dat ik hem meer zou zien. En die relatie met Rick? Ja, dat kan gewoon niet lang meer duren. Het zal hartstikke fijne vent zijn, maar na al die leugens die ze al verteld heeft, nou, dat kan echt niet goed gaan. Ik ben hier klaar mee met dit soort rare praktijken waar je nou mee bezig bent. Sorry. Sissy, maar je bent echt nu te ver gegaan. Snap je dat? Ik ben hier echt klaar mee. Ga maar eens even goed nadenken. Ik ben hier echt helemaal klaar mee. Ik weet niet of ik er goed aan heb gedaan. Ik weet het niet. Straks ontmoet ze Rick. En dan flap ze eruit dat Jacob nog leeft. Ik weet niet hoe dit goed moet komen. Ik weet het gewoon niet. Rick wil Simone graag steunen in haar rouwproces om haar zoon Jacob. Hij wil dat ze haar emoties gaat tonen om het verdriet zo te laten slijten. Hij weet echter niet dat hij daarmee Simone steeds verder onder druk zet. Hans? Ja, tuurlijk. Ik vind dit een leuke foto van Jacob. Knappe jongen, hè? Ja. Ja. Ik heb toch het idee dat hij meer op jou lijkt dan op Hans. Tja, hij was altijd een beetje stil, een beetje onzeker. Ja, kan dat zo? Ja, dat, ik weet niet. Hij zat heel erg in zijn eigen gedachten. Zat hij in de duinen, had hij zijn eigen plekje, de hut. Ja. Ja. Ik ken hem nu allemaal een beetje, maar de manier waarop ze antwoorden gaf, was iets anders. Wanneer is deze foto genomen trouwens? Een vriend van hem, die wilde fotograaf worden, dus die... Ja, wanneer? Dat is al een tijd terug hoor, dit. Ik denk een jaar of 5 terug of zo. Oh, toch wel? 4, 5, ja. Heb je een rouwkaart van hem? Weet ik veel. Ergens op zolder. Op zolder? Ja. Op zolder. Gewoon op zolder? Waarom heb je dat nou op zolder liggen? Nou, waarom hier? Dat was eigenlijk een heel raar moment. Want ik vroeg waar die rouwkaart toen was. En toen zei ze dat ze hem op zolder had liggen. Daar begreep ik helemaal niets van. Ik weet het niet meer precies. Het was zo'n emotionele tijd. Dat is... Ik heb het weggestopt. Het is op zolder ergens. Ik merk wel dat door mijn eigen liegen, dat ik het gevoel heb dat hij een beetje wantrouwen begint te worden. Had het maar over die rouwkaart en ik heb wel zoiets. Misschien moet ik wel een rouwkaart gaan laten maken. Hey, het is zo'n herdenkingsplek waar we zijn geweest van Caroline. Is dat niks voor Jacob? En voor jou uiteraard. Ik zat daar laatst nog aan te denken. Het is wel een mooie mogelijkheid om... Ja, toch wat bij hem te zijn. Je weet dat ik er enorm veel aan heb gehad. De volgende ochtend krijgt Simone een alarmerend sms'je. Jacob meldt haar doodleuk dat hij even langskomt. Wat het er niet makkelijker op maakt, is dat Rick bij Simone overnacht heeft. En boven staat de douche. Ik zag net dat ik een berichtje had gekregen. En dat was Jacob. Met het bericht, ik kom eraan.
En ik denk dat het 3 minuten overheen is gegaan en toen bleek hij dus voor de deur te staan. Oh, jij? Even luisteren, alsjeblieft. Laten we gewoon even praten, oké? Okay? Gewoon... Nee, je moet weggaan. Alsjeblieft. Je moet weggaan. Kans. Nee, niet nu. Waarom niet nu? Kan niet nu. Alsjeblieft. Kom. Kan niet, ga weg. Ga weg. Ja, ik ben gewoon compleet van slag. Stond hij gewoon ineens voor de deur. Hij wil met me praten. Ik kan gewoon niet hebben dat er nog een keer een relatie kapot gaat. Door Jacob. Hij maakt gewoon alles kapot. Goedemorgen. Wie was dat aan de deur? Ja, iemand die geld wilde voor iets. Collectant. Ja. Heb je het gegeven? Nee, want ik vertrouwde het niet helemaal. Zit je ergens mee? Nee, het zal het weer wel zijn. Er is niks. En wij moeten ook nog naar buiten. Aangezien Rick benieuwd was naar Jacobs rouwkaart en Simone zijn wantrouwen wil weghalen, besluit ze een rouwkaart van haar zoon te laten drukken. Ja, dat hoop ik. Ik heb even een voorbeeldje meegenomen. Ja, het liefst gewoon heel basis. Het is wat kleiner dan dit, maar het is een beetje wel de opzet. Ik heb er alleen maar 1 nodig. Dat kan. Geen probleem. Maar het werd keurig netjes op papier. 2008, weet u zeker? We zitten nu in 2012, ja? Ja, ik heb net een rouwkaart besteld voor Jacob. Nou, ik voel me er heel dubbel over. Dat doet me natuurlijk gelijk denken aan, aan Hans. Maar dit is toch wel nodig. Ik moet toch Rick zien te overtuigen. Die heeft het de hele tijd hierover. Het voelt niet goed, maar toch heb ik wel het idee dat ik dit nu moet doen. Dan zorg ik dat er een proefknop voor u klaar ligt. En kunnen we het even bekijken of het helemaal naar uw wens is. Ja. Ja? Oké. Dan doen we het zo. Wendy en Simone hebben elkaar sinds hun laatste gesprek niet meer gesproken. Zoals iedere woensdagmiddag komt Wendy Simone helpen in het asiel. Maar ook vandaag loopt een en ander net even anders. Hoi. Hi. Hoi. Hi. Zo. Ja. Hey, Jacob die stond weer voor mijn deur. Had jij nog contact met hem gehad? Ja. En had jij contact opgenomen of hij? Hij. Ja. En wat heb je dan gezegd eigenlijk? Ja, wat dacht je zelf? Nou, ik weet het niet. Ik wil het van jou horen. Dat hij contact met je moet gaan zoeken. Dus jij loopt hem aan te moedigen? Dat doe ik zeker. Mensen, wat bemoeien je toch mee? Ik wil hem niet in mijn leven. Dat heb ik besloten. Dat besluit staat vast. Ik wil hem niet meer. Ik wil met Rick samen zijn. Met Rick en je zoon? Gewoon. Wie? Mijn zoon is er niet meer. Klaar mee. Ik ben er echt klaar mee. Ik ga voor Rick. Dat jij in je eentje je leven wil volmaken, moet je helemaal zelf weten. Daar heb ik geen zin in. Ik wil gewoon met Rick zijn. Dus nu, hè, nu ga je erbij schrijven dat ik in mijn eentje ben? Dan ga je met je alsof ik dat allemaal zo leuk vind. Hé, doe lekker zo tegen mij. Bemoei je lekker met andere mensen, niet met mij. Schrijf eruit, kind, alsjeblieft. Dag. Ga alsjeblieft weg. Zoek een ander. Ja, ga jij weg, man. Hou ze op. Stom. Jacobs rouwkaart is klaar. Het bewijs om Rick van de zogenaamde waarheid te overtuigen. Ik heb het gevonden. Jij moest even zoeken. Ja, gelukkig maar. Heel fijn, heel mooi. Ja, mooi tekst. Ja. Rick heeft Simone eindelijk weten te overtuigen toch de plek te bezoeken waar Simone de as van Jacob zou hebben uitgestrooid. Het zal haar helpen zijn dood te verwerken. Ze kopen samen bloemen om op de plek neer te leggen. Een herdenkingsplek te leggen. Ja. Het is voor mijn zoon. Gutsie. Gecondoleerd. Ja, dank. Eenmaal in de duinen zoekt Simone een herkenbare plek, waarvan Rick kan geloven dat Jacobs as er verstrooid is. Zoek even dat ene boompje. Dat is voor mij een herkenningspunt. Maar toch ben ik blij dat ik dit heb doorgezet. Ze waren nu echt een rouwverwerking waarmee ze, denk ik, iets kan. De tijd zal het leren, hoor. Maar het gaat wel lukken. Hé, ik zie het boompje. Oh, hier. Dat is hem. Oké. Hier stond ik. Vreselijk. Ik sta hem gewoon te liegen en te bedriegen hier. Het voelt vreselijk.
Ja, mooi. Nee. Is het mooi? Ja. Wat is? Hey. Ik weet precies wat zij voelt. Alleen, we zijn nog niet zo ver. Tenminste, Simone is nog niet zo ver dat ze het echt een plekje kan gaan geven. Maar wat ik al zei, dat komt wel goed. Dat komt wel goed. Voor mij is het ook bijzonder. En dan moet het bijzonder voor Simone worden. Simone, zo te zien, heeft ze nog even moeite mee. Dus ik moet er ook niet te veel over gaan beginnen zometeen. Het belangrijkste is dat ze nu bewust wordt van het feit dat ze een plekje heeft waar ze het overlijden van Jacob kan verwerken. Alles komt binnen boven. Mm-hmm. Komt wel goed. Kom eens hier. Die nacht beginnen de leugens Simone behoorlijk op te breken. Ik kan niet slapen, zeg. Het is alweer bijna 3 uur. Oh, mijn leven is zo'n puinzooi nu. Oh, dat bedrog in de duinen met Rick. En ik mis mijn zus, ik mis Wendy. Ik ga er morgen bellen om met haar te praten. We gaan weer liggen. Simone wil het goed maken met Wendy. Ze mist haar zus en Simone's geheim groeit haar boven het hoofd. Ze heeft haar met enige moeite zover gekregen af te spreken in hun favoriete café, om haar excuses aan te bieden. Maar Wendy heeft het er ook niet bij laten zitten. Hey, Wendy. Nou. Vertel me. Ik moet mijn excuses aanbieden. Ik heb een hele nacht niet geslapen. En ik heb besloten dat ik met jou moest zitten en... Ik weet, het is gewoon niet goed te praten, maar het is echt niet mijn bedoeling geweest dat dit zo ver is gekomen. Weet je, mijn relatie met Rick is me zoveel waard. Maar ik moet gewoon niet meer liegen. Mm-hmm. Dat besef ik nu ook. Ik was zo geschrokken gisteren. Ik ook. Kun je me vergeven? Natuurlijk kan ik je vergeven. Maar... dan wil ik wel wat... wil ik dat je wat doet. Zeg maar. Ik heb Jacob meegenomen. Hij is hier. Ja, ik voel me wel een beetje in het nagedreven door Wendy. Waar zit hij? Het is echt een spannende tijd zo. Spannend moment gewoon om maar weer te zien. Ik heb echt een afschuwelijke tijd gehad. Al die maanden dat ze gewoon niet met me wilde praten en zo. Terwijl ik het echt zo graag wilde. Ik hoop echt dat ze me nu die kans geeft. Ik hoop gewoon dat ze met me wil praten, weet je. Hi. Hey. Ga zitten. Ja. Jeetje. Ik wil eigenlijk gewoon zeggen natuurlijk dat ik blij ben dat je er bent, maar ook om te zeggen dat ik eigenlijk vandaag gewoon hier niet ben om excuses aan te bieden of zo. Ik ben hier eigenlijk omdat ik gewoon denk dat de tijd is om het verleden gewoon achter ons te laten. Ik heb jou heel vaak mijn excuses aangeboden en ik wil je gewoon laten zien dat dingen gewoon veranderd zijn. Geen woorden, maar gewoon daden, snap je? Ik moet bekennen dat ik wel onder de indruk ben van hem. Het ziet er goed uit en hij heeft werk. Ja, doet me goed. Ik heb een vriendin. Nathalie heet ze. Oh, leuke meid. Ik voel me schuldig. Naar Jacob toe. Ja, hij moest eens weten dat ik tegenover mijn vriend, tegenover Rick, een heel ander verhaal heb verteld, dat hij niet leeft. Ja, dit moet meteen stoppen. Jacob is inderdaad veranderd. En Simone ziet eindelijk in dat ze met haar leugens moet stoppen. Ze beseft dat ze haar zoon weer moet toelaten in haar leven.
Weet je, je hebt gewoon al die tijd gelijk gehad. Ja. Dan ben je echt dankbaar. Je hebt echt mijn kind weer teruggebracht. Ik heb het gewoon niet willen zien. Ik hou gewoon zo veel van jullie allebei. En dit, ik kon dit echt niet aanzien, hoe dit ging. Ja, maar ik zit gewoon vast nu. Ik kan gewoon één ding doen. Ik denk dat ik het gewoon over, dat ik het uit moet maken met Rick. Het is enkele dagen later. Tegen haar vriend Rick heeft Simone altijd gedaan alsof Jacob was overleden. Ze weet dat deze leugen het einde van hun relatie zal betekenen en besluit er daarom zelf maar mee te stoppen. Ze heeft Rick daarom uitgenodigd langs te komen. Als ik het hem zou vertellen, dan denk ik dat hij degene is die de stekker uit deze relatie gaat trekken. Het is gewoon afgelopen. Nee. Ja, gelieverd. Rotte, ja. Ja. Snel binnen. Ik heb gewoon een vreselijke fout begaan door niet op tijd de waarheid te zeggen. Ik heb een leugentje, een misvatting, een hele grote leugen laten worden. Weet je, we zijn natuurlijk naar de duinen geweest. Mm-hmm. En daar ben ik eigenlijk tot inzicht gekomen dat ik het gevoel heb dat ik nog helemaal niet aan een relatie toe ben. Ik ben ineens heel... Ik weet niet, daar kwam zoveel naar boven waarvan ik het idee heb dat ik het nog niet verwerkt heb. Dat ik kon het even niet meer plaatsen in nu. Ja. Ik ben een beetje in de war. Simone wou met mij praten, dus ik dacht van... Ze wil gewoon even over het herdenkingsgesprek beginnen, maar... het is een heel ander gesprek geworden. En... dat lijkt er eigenlijk op dat ze wat rust in de relatie wil. Waarvan ik niets begrijp, want we waren zo op de goede weg. Misschien heb ik dat toch wel te veel gepusht. Ik heb het idee dat ik mezelf niet ben. En nu ik bij het herdenkingsplek was, merkte ik gewoon dat ik iets niet afgerond heb. Dat ik... Ik weet het even niet. Ik weet het gewoon niet. Ik heb gewoon een beetje moeite met... Het is een donderslag bij een heldere hemel. Simone vertelt me dit. Ik heb geen idee waar het aan ligt. Waarschijnlijk die herdenkingsplek... Wil je meer tijd? Wil je... Wist ik het maar. Heeft het met de herdenkingsplek te maken? Nou ja, dat speelde al veel langer. Maar dat was op dat moment gewoon zo... Dat kwam zo sterk naar voren. Ik heb gewoon het gevoel dat ik nu alleen moet zijn. Ik moet gewoon nu alleen zijn. Ik wil hem de pijn besparen van de leugen. Ik wil die leugen niet bekendmaken. Als ik het hem vertel, dan gaan we ook uit elkaar. Dan wil hij niet meer. Dan wil hij me gewoon niet meer. Zo verpest. Nou, ik hoop dat het een goede moment. Nou, dat is nooit een goed moment, geloof ik. Nou ja, ik had een heel goed moment in mijn gedachten. Weet je nog dat ik het over dat huisje heb gehad vlakbij het dierenasiel? Mm-hmm. Ja. Dat te koop staat uiteraard, want ik heb het in portefeuille. Ik heb daar zelf een bod op gedaan. Op dat huis? Ja. Ja, het is zo'n idyllisch huisje. Maar wel met de bedoeling om het te kopen, uiteraard. Maar ook met jou daar gaan te wonen. Het komt er dan ook nog bij. Niet dat dat excuus moet gaan worden, maar ik hoop dat ze daarmee beseft hoe gek ik op de ben eigenlijk. Want ik wil verder met haar, ik wil met haar samenwonen. Hoe dan ook. Denk ik dat het einde gewoon van deze relatie toch wel nu is. Ja, ik moet gewoon kloten. Simone en Rick hebben uiteindelijk afgesproken elkaar even een tijdje niet meer te zien om beide over de situatie na te kunnen denken.
Simone mist hem enorm, maar zoekt de rust om tot een goed besluit te komen. De waarheid vertellen, met alle consequenties van dien, of zwijgen en samen een nieuw huis kopen. In ieder geval begint de relatie tussen haar en haar zoon Jacob steeds beter te worden. Ze zoeken elkaar regelmatig op om hun verhouding weer te normaliseren. Hey mam. Hey Jacob. Alles goed? Hi. Ja. Alles goed? Ja, lekker hoor. Ja, kom binnen. Hey, maar ik wil eigenlijk wat foto's ophalen. Weet je, uit mijn oude album? Ja. Ligt die nog boven? Kan ik die misschien verpakken? Ja. Ik wil ze aan Nathalie laten zien namelijk. Pak maar. Ja? Tuurlijk. Thanks. Oké. En gevonden? Ik ben dood voor je. Jacob is boos weggelopen en Simone voelt zich vreselijk schuldig over al haar leugens en bedrog van de laatste tijd. Het is het ergste wat me kan overkomen. Gewoon nog een keer mezelf verliezen. Dat zijn as in de duinen was uitgestrooid, was uiteraard een leugen. Maar dat Jacob als kind het liefst door de duinen struinde, daar was geen woord van gelogen. Als hij vroeger als puber kwaad was, had hij een plekje waar hij zich terugtrok. De hut. Nee, ik snap het gewoon niet. Ik heb toch al genoeg boete gedaan. Ik ben gewoon 3 jaar weg geweest. En dan... Ik snap het niet. Het is je eigen moeder, weet je. Mag ik bij je komen zitten? Sorry. Weet je, ik weet niet eens waarom je sorry zegt, echt. Of je nou echt spijt hebt van het feit dat je het eigenlijk onmogelijk hebt gemaakt om maar gewoon... zelfs gewoon met me te praten of... dat je me gewoon ter dood hebt verklaard of zoiets. Ik voorzien je zoiets, echt. Sorry. Simone begrijpt Jacobs woede volkomen. Ze probeert hem daarom eerlijk uit te leggen hoe ze tot deze walgelijke daad gekomen is. Je hebt mij zo kwaad gemaakt. Toen ik Rick tegenkwam was voor mij ook de eerste keer dat ik weer voelde van... hé, ik leef ook nog. Hij heeft toen de tijd begrepen dat ik mijn zoon verloren had. Dat hij dood was. Zo is het begonnen. We zijn nu een half jaar verder. Ik kan het niet meer terugdraaien. Hij is zelf zijn kind verloren. En uiteindelijk heb ik de stomme beslissing gemaakt om zo'n kaart te laten drukken. Mijn vak is stom. Ja, nou, ik zeg toch sorry. Uiteindelijk besluit Jacob dat hij dit onderwerp wil laten rusten. Hij kwam eigenlijk naar Simone's huis omdat hij haar ook nog iets heel anders wilde vertellen. Dat is misschien een gek moment om dit nu te zeggen, maar... Nathalie is zwanger. Je wordt vader. Ja. Ik ben niet zo volwassen. Oh, ik ben trots. God. Rick en Simone hebben elkaar enorm gemist. Ze hebben uiteindelijk weer afgesproken om over hun relatie te spreken en over samenwonen. Maar Simone wil het vooral met hem over Jacob hebben. Ze wil schoon schip maken met alle consequenties van dien. Gaat het? Ja. Jij? Heerlijk. 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 Lekker, hè? Goed plekje zo. Lekkere dag gehad. Ja. Veel gebeurd. Ja? Ik moet je wat oplichten. Wat dan? Ik weet niet hoe ik het moet vertellen. Vertel het gewoon. Ja.
mijn zoon. Ja. Die is niet omgekomen bij het ongeluk. Die leeft nog. Wat zeg je nou? Jacob leeft nog. Ik heb hem doodgewaand in de tijd van dat ongeluk. En toen ik jou tegenkwam, loog ik voor mezelf eigenlijk niet. Maar Jacob, heb ik 4 jaar sindsdien niet meer gezien en gesproken. Maar hij... Wacht even. Hoe lang zijn we nu samen? Meer dan 5 maanden? En dan ga je mij vertellen dat Jacob nog leeft? Heb je me 5 maanden voor de gek gehouden? Ik heb mezelf nog langer voor de gek gehouden. Hij stond laatst ineens weer voor de deur en probeerde contact op te nemen. Je hebt dus altijd tegen mij gezegd dat hij om is gekomen bij een auto-ongeluk. Voor mijn gevoel was hij er ook niet meer. Hij was er ook niet meer. Ik heb gezegd geen contact meer met hem te willen. Hij was voor mij. En waarom heb je me dat niet verteld? Vanaf het begin af aan. Wat maakt dat nou uit? Ik durfde het niet. Hoezo niet? Die momenten die we samen hebben gehad, naar het herdenkingsplek. Elke keer. Naar het herdenkingsplek van Caroline. En dan ga je me vertellen dat je mij 5 maanden hebt voorgelogen. Kom op, zeg. Ja, dit begrijp ik niet. Sorry. Nee. Het gaat er bij mij niet in. Simone heeft mij net verteld dat Jacob nog leeft. Dus ik snap er helemaal geen moer van. Ze heeft me dus al die tijd heeft ze me voorgelogen. Ze heeft misbruik gemaakt van mijn verdriet. En in één keer komt ze, out of the blue, komt ze met het feit dat Jacob nog leeft. Nou, ik weet niet wat ik hiermee moet. Ik wil er ook gewoon eigenlijk niet meer zien. Dus ze zoekt hem eruit eigenlijk. Een paar maanden later krijgen Jacob en Nathalie een kerngezonde zoon. Hans, vernoemd naar de overleden vader van Jacob. Rick heeft tot nog toe niets van zich laten horen, maar Simone had dit ook niet verwacht. Dat neem ik hem niet kwalijk. Ik hoop echt dat hij gelukkig wordt. Ik wens hem het beste. En ik hoop dat hij me toch kan vergeven. Ik voel me behoorlijk gekwetst. Het is toch een behoorlijke leugen wat Simone mij voorhield. En er zullen ook wel heel veel kleine leugentjes zijn. Wat betreft Simone hoef ik haar niet meer te zien. Simone die houdt zich gewoon enorm sterk. Ik vind echt heel goed hoe ze zich er doorheen heeft geslagen. Ja, het is gewoon heel erg jammer hoe het met Rick is afgelopen. Ja, ik ben gewoon heel erg blij dat Jacob en Simone gewoon weer elkaar zien. Ja, alles, Nathalie, baby. Ik kan niet gelukkiger zijn. Ik ben echt super blij. Het is echt fantastisch. Het is echt een goed gevoel. Misschien ook omdat ik het niet had verwacht, maar als het dan zo uitpakt, dan ben je echt opgelucht en dan gewoon echt in een soort van extase leef je dan. Het contact met mijn moeder is echt super belangrijk en dat het nu gewoon hersteld is. Dat maakt het gezin gewoon compleet en dan voel je ook echt heel goed bij. En ik weet wel dat ze het nog wel af en toe moeilijk heeft met het vertrek van Rick. Dat zegt ze niet, maar ik zie het wel aan. Simone's kleinkind verzacht het gemis van Rick. De familie gaat ondanks het zware verleden de toekomst met nieuw optimisme tegemoet.